Een hele goede middag, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Als je denkt, Mathia, wat de fuck is er aan de hand met je ogen? Wat heb je gedaan met je make-up? Dit is niet mijn daily make-up uh, uh, look. Nee, 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 zeker niet. Ik, het is vandaag Koningsdag, dus uh, van harte gefeliciteerd met de koning. Misschien als ik dit upload, is het alweer de dag erna. Maar in ieder geval, alsnog... Gefeliciteerd met de koning. Ik heb vandaag een toffe video, want ik had een pakketje ontvangen van OnePlus. En hier zien we het pakketje: de bekende rode kleur van OnePlus. Uh, op dit moment heb ik de OnePlus 7t Pro heel erg enthousiast over. Wat ik fijn vind aan deze telefoon is het 90 Hz scherm. Dat, dat is gewoon het allerbeste wat je wat zou overkomen bij een telefoon. Ik kan ook echt geen andere telefoon meer in mijn hand houden en bekijken en dat ik denk eh, dit is traag of sloom, niet smooth. 90 Hz ik wil niet meer zonder. Nu komt OnePlus met een nieuwe telefoon. De OnePlus 8 Pro. Zit hierin. En uh, die heeft een 120 hertz scherm. Dus ja, dat is echt insane. Ik ben er heel benieuwd naar. Ook de camera van de OnePlus 7T Pro was ik altijd super enthousiast over. Dus ik hoop, nou, ik ga er ook vanuit dat ze een betere camera nu hebben. En ik was al echt super groot fan. Dus waarschijnlijk nu nog veel groter fan. Ik kan niet wachten om deze doos open te maken. Er zat trouwens een t-shirt in, maar die heb ik al aangehad. Die is hartstikke leuk. Zwart met Never Settle. Die heb ik eruit gehaald. Oké. Okay. Dit is uiteraard de telefoon. Die ga ik eventjes hier neerleggen. Dan zit er nog een Google Play kaart in. Dat is heel chill. Dan kun je van alles kopen in de Play Store. En een. Nou ga ik het even goed zeggen: een OnePlus Warp Charge 30 Cha Car Charger. Een car charger. Dus uh, die zijn altijd een beetje slecht. Die ik altijd koop. Ik koop ze altijd bij de action of zo. Ik ga ervan uit dat deze gewoon heel erg goed werkt. Dus hey, Thanks. Dit is echt chill. Dus dat zat allemaal in deze doos. Ja, en een papiertje. Dus de doos ga ik nu even dicht doen. En zet ik hier neer. Want ja, we kijken hier natuurlijk allemaal voor hetzelfde. We willen zien hoe deze telefoon eruit ziet. En ik heb me in moeten houden. Ik heb hem namelijk vrijdag ontvangen. En ik had toen geen tijd om hem te unboxen op camera. Ik heb moeten wachten tot vandaag. Ik dacht, ja, ga ik in deze make-up de unboxing doen? Ik doe het gewoon. Dat is de OnePlus 8. Volgens mij is het de 8 Pro. Gaan we even kijken naar de kleur. Er werd mij gevraagd wat mijn favoriete kleur was. Ik zeg groen. Dus. We hebben de groene. Oh, mijn god, dit is zo'n vette kleur. Oh, die camera steekt een beetje uit aan de achterkant. Dat is bijzonder. En er is ook niet meer zo'n. Uh, dat hij eruit komt. Ik zie dat er hier gewoon de camera zit. In plaats van dat hij zo eruit vloept. Heel mooi dingetje. Even naast. Ik haal even mijn OnePlus 7 uit de, op, uit de verpakking. Of uit het hoesje. Hou oh, ik hem ernaast. Kijk, dus deze is blauw. Deze is groen. Ja, als je ze naast elkaar ziet, zie je het wel heel goed. Ja. Ik vind het zulke mooie telefoon. OnePlus. Ik heb de OnePlus 1 One gehad, de OnePlus 3, de OnePlus 5, de OnePlus 5T, de OnePlus 6T, de OnePlus 7T Pro. En nu dus de OnePlus 8 Pro. Fucking insane. Ik vind hem heel kaal zo. Ik, ga, ik hoop dat er weer zo'n soort hoesje bij zit. Zodat ik die eromheen kan doen. Want ik durf hem bijna niet te gebruiken zonder hoes. Oh, in de doos. Ik, maak, ik haal dit eraf. En dan zie ik dit stukje: het hoesje. En daar staat op: Never Settle. Wat heel gaaf is ook. Heel subtiel zit het erin. Je ziet het, het is niet met roze letters of zo. Ga ik hem er even in klikken. Ja, tof. Never settle. Heel gaaf. Verder zit er uiteraard een oplader in. Ja, dit is gewoon net hetzelfde. Ja, een warp-lader. Dus hetzelfde als uh, bij de OnePlus 7T Pro. Uh, dus dit is niet veel anders dan de 7T Pro. Nu ga ik even de telefoon aanslingeren. Eens kijken hoe die eruit ziet. Nu ik hem aan het aanzetten ben, valt het mij ook op dat het uh, scherm echt wel ver doorloopt. Is dat verder dan bij de. Bij deze is het ook wel, maar hier loopt hij echt wel een stuk verder. Daar gaan we beginnen met het instellen van de telefoon. Zo, ik heb hem inmiddels geïnstalleerd. En um, hij is bezig met al mijn apps van mijn ene telefoon hier in te installeren. Ja, ik heb de achtergrond. Het is echt bizar. Het is echt bizar. Als je hem unlockt, ik weet niet of je het heel goed kan zien, maar dan zie je dat 100 hertz zo goed. Oh, deze app. 120 hertz, ja. Oh mijn god, het is zo smooth. Ik kan niet wachten om hier op de Netflixen. Die staat ook gewoon standaard geïnstalleerd op deze app. Of op deze telefoon. Ik heb net een foto gemaakt. Ook echt ziek mooie kwaliteit. Uh, de selfie-camera, maar ook de achterkant-camera. Hele goede kwaliteit. Ja, ik ben super blij ermee. Ik vind hem heel mooi. Het duurt altijd eventjes dat je alles geïnstalleerd hebt en helemaal naar je smaak. Maar oh mijn god, ik kan niet wachten om met deze beauty over straat te gaan. En dat mensen denken, wow, wat een mooie telefoon heeft zij. So. Nee, ik ben heel blij hiermee. Dus dit was het, de OnePlus 8 Pro. Ik ben er blij mee. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef het natuurlijk een duimpje omhoog. Heb je vragen over deze telefoon? Laat ze dan zeker even weten in de comment section below. En dan zie ik jullie graag bij een nieuwe video. Doei! Bedankt voor het kijken!